Goedemiddag jongens en welkom bij weer een gloednieuwe video van Davis. Vandaag een hele speciale aflevering. Ik heb namelijk 4 vrienden die ik mee ga nemen. Ja, het zijn er 4. Die hebben allemaal nog nooit gevist. En ik wil ze eigenlijk gewoon een keertje laten zien wat voor leuke hobby het eigenlijk is. Zoals je ziet heb ik ook voor iedereen spullen mee moeten nemen. Dus de hele auto ligt vol. En ik ben even wat eerder zodat ik al het een en ander kan opzetten. Het gaat een super gezellige sessie worden. Het gaat wel een beetje regenen. Maar we gaan er wat van maken. Ik heb ook gevoerd, dus ik hoop dat de vissen er zin in hebben en lekker gaan bijten. Dat we lekker veel vissen gaan vangen. Dus allemaal vissen kunnen vangen, dat zou prachtig zijn. Ik ga gauw opbouwen. Let's go. Nou jongens, even een kleine rondleiding op de stek. Ik heb echt zoveel zooi mee. Je ziet het, tent 1, tent nummer 2. Allemaal tassen, een cool tas vol met koud drinken en lekkers. Vanavond gaan we heerlijk barbecue. Ik ben bij het slagertje geweest. Nou, dit ziet er natuurlijk echt wel even heel erg goed uit, moet ik zeggen. Natuurlijk, niet te vergeten jongens, burgers. Fantastisch, fantastisch. Ja jongens, daar hebben we de eerste 2 dappere strijders die het aandurven om een keertje, mee. Dit is Louis. Yo Louis. En ik. Hi man. En we gaan even een vette video schieten. Hopen een paar visjes te vangen. En jij hebt er zin in, heb ik gehoord? Ja zeker, wordt een avontuurtje, wordt leuk. En Louis, jij hebt er geen zin in. Ik heb er geen zin in. Maar ja, hè, je moet maar. Ik ben er nou toch. We gaan eerst eens even allemaal onderlijntjes knopen en voeren. En dan kunnen de hengels erin. Ja jongens, daar zijn ze druk bezig met de tentjes. Ondertussen ziet dit er natuurlijk niet goed uit. En dit helemaal niet. Lekker in de regen, genieten. Kijk, het kampement tentenkamp hier staat klaar. Zodat we even lekker met stoeltjes droog kunnen zitten. Kijken of er nog iets buiten ligt. Ja, niks boeiends. Maar het moet helemaal goed komen. Ja jongens, hier hebben we Stijn. Hoi Stijn, zeg eens hoi. Kijk, dat is gast nummer 4 die mee komt vissen. Of nummer 3 en nummer 4 die komt zo meteen. Ik heb ze even geleerd hoe je een prachtig onderlijn kan knopen. Dus we hebben hier 3 gloednieuwe perfecte onderlijntjes. Welke is nou voor mij? Even kijken hoor. Deze niet, die is van mij. Deze, nee, die is van Louis. Deze is het. Deze is een mooie onderlijn van Nick, jongens. Ik zal hem even scherp stellen. Hij doet het. Nou, dit is de onderlijn van Nick. Geef hem een cijfer in de comments. Ik geef hem een 8. Ik geef hem inderdaad ook een 8. Zeker, zeker. Dus we gaan de bollen aandoen en dan kunnen ze erin. We zijn aan het uitvaren. Ik ben ook aan het uitleggen wat een voerboot is. We snappen er allemaal niks van. Wat vinden jullie van Stijn? Ja. Hey, hoe zoom je in met het ding? Wel voor luie vissers draaien. Draaien aan die lens. Wat? Vroeger deden ze gewoon vissen met speren. Ja. En nu zit je met een bootje. Ja. Hou op hoor. Ach, voor het goede doel. Voor het goede doel. Mooi spul. Ja jongens, de eerste hengel. Ik heb eigenlijk gevoerd met een mooie voerstrook langs heel de rietkant aan de overkant. Waarbij ik 2 stekken echt op het ruim heb aangevoerd. En ja, daartussen gewoon verspreid gevoerd, zodat de vissen eigenlijk van de een naar de andere stek kunnen zwemmen. Ik ben nu dus onderweg naar mijn eerste stekje bij deze boom. En waarom zo ver weg? Waarom niet hier? Omdat vaak vissen langs de kanten trekken. En omdat het daar gewoon lekker rustig is. Dus hier gaat het dan worden. Oké. Maar daar ligt hij. Vaak ligt nu ook daar. Ja. Echt? Ja. Dat is wel echt sick. Mooi spul, hè? Kom wel hier. Je hebt ook een gat halverwege waar je kan vullen, hè? Ik kwam er niet eens uit. Allee, laat maar ook eens. Oh, ga jij maar. Ja, jongens, dit is natuurlijk gewoon lachen om home video's. Ja, ja. Prachtig. Louis, ik heb vertrouwen in je dat je dit kan. Zeker, hè? Hé, hey, wat is het? Een beetje spierballen gebruiken, hè? Kijk! Nou jongens, hengeltje 2 die kan er ook in. Je ziet het, een gloednieuwe geknoopte onderlijn met de Tigernut Crush Karamelbolie van tigernotenco.nl. En je ziet het. Hè? Ja, Stijn heeft ze net even geproefd. Die vond het lekker. En dan een paar gecrushte bolies erin, een paar hele bolies en hij kan erin. Oké okay, boys, we hebben bait. Hij zit in een griet. Moet hem even binnenhalen. Wat doet hij? Hij zit in een griet vast. De vis of de... Allebei. Oké, wat je doet. Je moet altijd zorgen dat je de lijn strak houdt. Dus draai.
Ja. En dan probeer, kijk, je probeert echt meer spanning op te houden. Kijk, dus die top moet echt krom staan. Elke keer als je dus, kijk, je ziet hem zwemmen dan. Sneller, sneller. Kom op, binnenhalen. Stijn, wat heb je nou weer gedaan, jongen? Ja, verdomme. Hij is echt knap. Ja, dat is te sterk. Ja, ja, jongens, helaas, helaas. De eerste vis is niet gevangen. De vis is gevlogen. We hebben wel beet gehad. Kleine kans verpest. Ja. Hoeveel keer opdrukken? Ja, 20, zeker. Nee. Kom op, opdrukken. Voor de herkansing en dan moet het gewoon goed komen. Zeker. Oké, daar gaat Louis. Run nummer 2 en daar gaat Louis. Eerste karper aan het rillen. Ah, dit ziet er goed uit, Louis. Nou, die lijn strak. Juist. Ah, dit is natuurlijk prachtig, jongens. Binnen uur tijd al 2 runs. Nou, dan weet je dat het voeren hebt gewerkt. Helemaal top. Volle. Hè? Kijk, als je het al hier voor de kant. Nick, dit is ook belangrijk. Wat? Wow. Oh ja, die moeten we ook even. Deze heel goed. Kijk jongens, we gaan even lekker eten. Oh, ja, deze zijn echt top. Maar die zijn ook top. Allemaal top. Oké, even nog. Je hoeft er op zich niet naartoe. Ik begeleid hem wel erin. Dan moet je hem alleen omhoog halen. Doe maar zo ver als je kan, want het zie je best ondiep voor de kant. Ja, juist. Ja. Perfect. We got him. We got him. Hey, top. Hij zit erin, boys. Die ondiep voor de kant. Ja. Het is echt super. Ah, kut. Mijn sok nat. Lekker. Ja, het is hier echt heel drappig, man. Even alles klaarleggen. Oh, het vis te snel. Ja. Ja, jongens. Het is de eerste vis van Louis. Kom er maar bij zitten, Louis. Gezellig. Het is een prachtige karper. En zoals je ziet heeft hij een beetje een witte vlek op zijn kop. Ziet er heel gek uit. Maar super mooi visje. En ja, wat vind je ervan? Ja, mooi beest. Mooi beest, hè? Toch leuk, die ervaring. Lekker. Zo is het. We gaan hem terugzetten en dan kan de volgende volgen. Daar gaat hij, jongens. We eten hem dit keer niet op. Misschien de volgende keer. Geintje. Ja, zijn dierenvrienden, jongens. Kijk, en dat was het. Gooi hem gewoon lekker terug. Zo is het. Ja jongens, je weet dat het goed gaat komen als je lekker een burgertje aan het eten bent. Wat vinden we van mannen? Ja, is lekker man. Lekker hoor. We zijn lekker aan het barbecuen. Ja, dat kan gewoon niet meer mis. Heerlijk. Dan moet je draaien. Ja. En hij komt nu naar je toe zwemmen, dus nu moet je snel doordraaien. En dan trekken. Ja, ja, ja. En dan sneller draaien. Juist. Lekker Nick. Op. En hou die top hoog, juist. Ja, deem op die heup, hè? Mm-hmm. Hoog, hoger. Helemaal hierheen. Ja, en nu draaien. Tot ongeveer hier. En dan weer gaan. Hij zit al redelijk dichtbij. Ja, trek hem maar. Draaien. Hoor dit? Hoor dit? Lekker, Nicky. Concentreren, hè. Concentreren. Heb je hem al? Ja, man. Dat is snel, hè? Ja. Zag je dat? Hij is ook wel een stukje kleiner. Gaat snel, hoor. Hey. Hey. Lekker, maatje. Hoppakee. Lekker, man. Dat was hem al? Ja. Appeltje, eitje, joh. Dat is niks. Oh, Het staat erop. Schrik me dood, joh. Is dat bloed? Nee, dat is een oude wond. Oké. Okay. Nou, ik ga even hier. Oké, gewoon. Ja, daaronder door. Probeer het altijd op te letten dat die vinnen zo langs het lichaam blijven liggen. Zo? Nee, leg hem eens neer. Je gaat iets verder en je probeert hier je vinger in dat kelder te houden. Verder, verder. Zo. Ja, en dan iets meer draaien. Nee, precies. Oké, vertel maar aan de kijkers wat je nou hebt. Nou,
weet ik veel. Nou jongens, mix de eerste karper. Eigenlijk dezelfde hengel. Dat is ook een karper dit, maar hij is veel kleiner. Hij is inderdaad een stuk kleiner. Mix de eerste karper, zelfde hengel als net. En binnen denk 10 minuten uitvaring van die OL. Dus een mooie stek. Ik ga zo meteen weer even lekker vervoeren, want de vis zit er goed op. En dan kan deze kleine jongen weer gaan zwemmen. Mag ik je ook maar gaan halen. Yes. Joekon, kom op! Kom op! Wat lijkt! Pap! Hoppa! Nik de camera man, hier. Ah, hier, meer spanning, meer spanning. Druk dat ding tegen je heup. Ik had hem op mijn heup. En dan hier je hand om die molen. Ik heb geen pipa, hè? Ik had hem op mijn heup, man! Druk dat ding op mijn heup! Kijk, boys. Meer halen, ja, mooi ding. Heb je hem? Ja. Ja, dat is een mooie visje. Ja, laat die lijn maar eens opvallen. De gast die erbij komt, Mark, hebben we nog niet voorgesteld. Proost, met Proost met zijn biertje. Wat is mijn bijnaam? Mighty Mark. Mighty Mark. Mighty Mark. Go. Teken ik voor. Oh, wat zo? Wat film ook jezelf. Ja, nee. Ik heb net deze hoei. Nee, dus de derde vangst van vandaag, de vijfde run. Daar zitten we dan met z'n viertjes gezellig, Nick nog achter de camera. Mooie vis. Zo, morgen. Wilde vis, gevangen door Stijn. Denk een kilootje of 7, 8, zoiets. En hij is veel te druk, dus we gaan hem snel weer terugzetten. Hey, lekker gewerkt. Daar hebben we hem. Mark, hoe is het? In het wild. Mark in het wild. Is het? We zijn allemaal nog net wakker. De een wat meer dan de ander. Dan mag je jezelf even gaan filmen, Chit. Ja, dat zal ik zo doen. Maar hoe staat het ervoor met de hengels? Want ik heb lang geen... Het is tranen met tuiten huilen, zeg maar. Het enige wat we hebben gevangen zijn ratten. Ja. En dan heb ik het niet over Nick. Nick! Maar... Straatratje. Oké, maar wat gaan we nu doen? We gaan nu proberen te pitten. Of in ieder geval de meeste van ons. Ja. En dan hopen dat we voor 6 uur een vis vangen. Dan hebben we Louis' bioritme voldoende verstoord. En als we dat niet doen, dan is Louis toch om 5 uur wakker. Dus dan kan hij daarna de hengels beheren. Dat is ideaal, want dan kunnen wij gewoon een normale nachtrust pakken. Zo is het. Louis 5 uur push-ups. 2:21 op dit moment. Ja, we zijn alle resten aan het verzamelen. Dus ik hoop ook dat we daar nog wat ratten mee vangen. Dan hebben we in ieder geval een mooie gemiddelde productie voor deze nacht. En dan kunnen we die van 20 van jullie ooit nog overtreffen. Zo is het. En dan gaan we de... Slaap lekker. Ja, stressen. Goedemorgen jongens, je ziet het. Er staat een lekker pakje koffie op het vuur. We hebben hier een paar moeie jongens. Dat is nummer 1. Lekker slapen. Heerlijk. Oké, mooi. Gelukkig. En hier hebben we Louis. Hoe zag het hier uit? Mooi tweepersoonsbed. Ja, lekker ook. Lekker aan het opruimen. Helaas vannacht nog maar 1 vis verspeeld. Dat is een slechte boel. En ik, wat vond je ervan? Ja, het is leuk hoor. Mooi, zelf. Mooi. Gaan we Mark ook nog eventjes vervelen. Hallo Mark, hey. Hey. Goedemorgen. Wat een mooi bed heb jij. Zo, genieten hè. Dat is gesponsord door T van der Schree. Ja, helemaal goud. Nooit meer last van je snee. Zo is het. Wat vond je ervan? Heerlijk. Ik denk dat we nu alle vis gaan vangen, aangezien iedereen wakker is. En nou ja, misschien vinden ze koffie ook wel lekker. Zou mooi zijn. Misschien gewoon naar binnen halen of zo. Ja. Chitten, wat hebben we hier in de tussentijd gedaan? Dit is niet helemaal de bedoeling van het karpen vissen. Een ruisvorm door zijn buik gaat. Oei. Maar we gaan hem gauw onthaken, want hij zal het niet leuk vinden. Dan gaan we nu weer lekker zwemmen. Hadden we bijna ons ontbijt te pakken. Ja. Hoi. Nu. Ja jongens, dat was hem weer. Het autootje is weer ingepakt. Vond je de video nou leuk? En iets anders video dan normaal. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zien jullie ons volgende week weer om 3:30 op het YouTube kanaal van DFS Team. Superleuke sessie. Mooie vissen gevangen. Nice.